Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik film op dit moment even met mijn telefoon. En dat is natuurlijk iets wat jullie niet per se gewend zijn. Soms hebben jullie wel kleine clipjes. Maar dat is omdat ik in deze weekvlog iets heel erg leuks ga doen. Ik ben namelijk gevraagd door Coolblue en Sony of ik de nieuwe vlogcamera van Sony wil uittesten. En dat ga ik doen in deze nieuwe video. Ik heb hier het pakketje van Coolblue. Ik ga nu de camera voor het eerst uitpakken, want dat heb ik dus nog niet gedaan. En hier is hij dan. Dit is de nieuwe vlogcamera van Sony. Dus het is echt speciaal ontworpen voor het vloggen. Het is de Sony vlogcamera ZV-1. Nou, je ziet het er natuurlijk op staan. Het is echt gemaakt voor vloggers, dus dat is mega leuk en heel bijzonder, want de meeste camera's zijn niet speciaal gemaakt voor het vloggen, maar zijn gewoon fotocamera's of filmcamera's. En deze is echt ontworpen om goede vlogs mee op te nemen, dus dat is natuurlijk heel tof. Ik vind dit altijd zo leuk, hè jongens. Vinden jullie het ook altijd zo leuk om nieuwe producten uit te pakken? Ik vind dat echt heerlijk. Hier is hij. Ik ben echt mega benieuwd. Oh, hij is echt heel mooi. Dit is zo'n kapje voor op je camera voor de wind. Dat is ook wel heel chill dat er gewoon bij zit. Nou goed, hier hebben we dan de camera. Hij heeft ook een uitklapschermpje. Zo. Het schermpje gaat dus naar de zijkant. Dat is voor mij wel een dingetje, want ik ben altijd heel slecht in schermpjes die naar de zijkant gaan. Omdat ik dan heel vaak opzij kijk in plaats van in de lens. Maar daar ga ik deze week aan werken. Dat jullie daar niet te veel last van hebben. Maar goed, dit is hem. Ja, hij ziet er super mooi uit. Hij is ook niet heel zwaar, dus dat is ook fijn. Ja, ik ben mega benieuwd. Ik ga gewoon nu de batterij en alles erin doen en dan gaan we er gewoon mee filmen. Nou, we zijn aan het filmen. Oh jeetje, ik moet hier echt heel eventjes aan wennen. Maar goed, ik ben aan het filmen met mijn nieuwe camera. Ja, ik kan nu natuurlijk alleen nog maar zien wat ik in het schermpje zie. Maar wat ik in het schermpje zie, vind ik echt heel mooi. Er zit ook een bepaald soort gezichtsherkenning op, waardoor die, als het goed is, altijd op jouw gezicht en op je ogen blijft focussen. Maar het schijnt dus ook zo te zijn dat deze camera zich echt aanpast aan het licht. Dus ik ga nu even naar een donkerdere ruimte, want ik sta nu voor mijn raam. Want ik ben nu gewoon heel benieuwd natuurlijk. Ik wil het gewoon weten. Nou, nu heb ik heel erg tegenlicht. Ja, oh, ja, oh, wauw. Heel nice. Ik ben vooral ook heel benieuwd of het geluid een beetje goed is zo. Je zou er ook nog een externe microfoon op kunnen zetten als je dat graag wil. Die heb ik niet, dus kan ik ook niet doen. Maar ja, ik ben mega excited. Nou jongens, hier ga ik dus even de hele week mee filmen. En ik ga jullie natuurlijk lekker op de hoogte houden van wat ik ervan vind. Maar we gaan nu vooral door met de weekvlog. Oké, maar goed, even over vandaag. Het is vandaag maandag en ik heb vandaag eigenlijk niks gevlogd. Het is nu namelijk avond, maar ik heb vandaag generale repetitie gehad van Liefdespel. We gaan namelijk woensdag onze opname eindelijk doen en dan zit er ook publiek bij. Maar vandaag hadden we dus ook al een beetje publiek en dat was mega fijn. Maar ik heb vandaag bewust even niks gefilmd. Sowieso is daar ook gewoon geen tijd voor, want ik heb in de afgelopen week vlogs ook bijna niks laten zien. Omdat ik me gewoon op dat moment ook wil focussen op Liefdespel en niet met de vlog bezig wil zijn. Maar echt, we hebben zo'n fijne dag gehad. We hebben generalen gedaan met ook een paar mensen publiek en dat was mega fijn, want toen kregen we eventjes wat feedback en zo. Het ging ook heel goed. Ik ben nu wel echt kapot. We hebben van ongeveer 10:30 tot 18:00 gerepeteerd. Met 2 keer een doorloop. 1 keer voor publiek. Dus dan ben je daarna best wel gesloopt. Maar het was echt super leuk. En ik heb er echt van genoten. En woensdag is het zover. En ik heb er mega veel zin in. En ja, ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ik wil jullie eventjes een Netflix tip geven. Ik kijk namelijk al een aantal dagen deze serie, Cheer. En het is echt geweldig. Het is gewoon een reality serie, dus het is niet geacteerd of whatever. Het is gewoon een reality serie over echt een van de beste cheerleading teams in Amerika.
En het is echt sick wat ze daar doen. Ik ben er echt zo van onder de indruk. En ik kijk het nu al een paar dagen. Ja, ik vind het gewoon echt super leuk om te kijken. En kunnen we trouwens heel even een moment nemen voor hoe deze camera het licht aanpast in het donker? Ik ben echt helemaal gechoqueerd. Ik zit zo af en toe even zo in mijn ooghoek te kijken en dan denk ik echt, wow. Ik zie wel dat de camera bijna leeg is. Dus ja, ik ga even uitzoeken hoe ik het in godsnaam moet opladen. Want ik heb helemaal volgens mij geen oplader voor de batterij gekregen. Oké, ik heb het dus eventjes uitgezocht. En je hebt dus dit kabeltje erbij gekregen. En als je gewoon met de batterij in de camera dit kabeltje in je laptop of ik denk ook gewoon in een USB dingetje doet, dan gaat hij gewoon opladen. Dus dat is anders met mijn vorige camera. Maar dat is eigenlijk wel chill. Dus ja, ik ga hem nu eventjes opladen. Ga ik nog even lekker Netflixen. Ik moet ook nog mijn tanden poetsen en zo. En dan ga ik lekker mijn bed in, want ik ben heel moe. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb net echt een heerlijk ontbijtje gemaakt. Ik heb er alleen al uit gegeten, dus het ziet er niet meer zo mooi uit. Want er zaten allemaal mooie zaden en noten en weet ik het wat op. Dus het zag er heel fancy uit, maar ik ben het weer vergeten te filmen. Het is dus vandaag dinsdag en ik ben wel redelijk op tijd wakker geworden vandaag om 9:30. Half 10 bedoel ik. Ik ga vandaag iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk lunchen vanmiddag met mijn zangdocent en haar leerlingen uit mijn klas. Dus 4 leerlingen. Ik met 3 anderen en mijn zangdocent. Want ik, hoe zeg je dat? Mijn zanglessen bij haar nu afgesloten. Ik heb mijn zanglessen nu bij haar afgesloten. Want het werkt bij onze studie zo. De eerste 2 jaar krijg je een docent. En dan het derde en vierde jaar wissel je van docent. En nu is de tijd aangebroken dat ik naar een nieuwe docent ga. En ik heb uiteindelijk dus echt 4 jaar les gekregen van deze docent. Want ik heb ook nog 2 jaar de vooropleiding gedaan. Dus het is wel gewoon een beetje, I don't know. Het is wel gek om, zeg maar, afscheid te nemen. Niet dat ik haar nooit meer zie, want ze werkt gewoon bij mij op school. Dus ik zie haar nog wel. Maar ja, ik heb geen privézangles meer van haar. En dat is, dat is wel eventjes gek. Maar ja, we hebben vandaag dus een soort afscheidslunch. En ik ben dus koekjes aan het bakken. Alleen een beetje lastig, omdat ik heb dus een oventje, maar ik heb geen bakplaat. Dus dat is een beetje een ding. Dus ik moet nu echt alles om de beurt gaan bakken. Ik ga het er nu even uithalen. Dan ga ik even kijken of ze goed zijn. Nou, ik heb ze eruit gehaald. Het zijn banaan-havermoutkoekjes. Er zitten ook nog rozijnen in en kokos. En ik heb er ook nog een beetje chiazaad doorheen gedaan. Nou, echt heel lekker. En volgens mij zijn ze wel aardig goed gelukt. Dus echt helemaal lekker. Ik zal eventjes in beeld het receptje neerzetten. Ik moet hem toch even proeven, want ik ga natuurlijk niet iets serveren waarvan ik niet weet of het lekker is. Dus ik ga even proeven. Heel lekker. Je proeft vooral de kokos heel erg. Vind ik echt mega lekker. Ik heb vanochtend dus de afscheidslunch met mijn zangdocent gehad en het was echt super gezellig. Ja, we hebben echt een hele gezellige middag gehad. En ik kwam thuis en ik was echt heel moe. Daar heb ik sowieso de laatste tijd heel erg last van. Dat ik in de middag gewoon echt heel moe ben. Dus heb ik even een powernapje gedaan van 30 minuten. Dat helpt bij mij gelukkig heel erg goed. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar als ik gewoon eventjes gewoon even mijn ogen dicht doe en even wegga en dan weer terugkom, dan dan voel ik me echt weer helemaal herboren. Ja, ik weet dat sommige mensen dat echt totaal niet hebben, maar voor mij werkt dat echt heel goed. En zometeen komt Jip hier naartoe en dan gaan we samen eten. Dus dat is ook heel gezellig. Ik wil nu even uitzoeken hoe ik dit dingetje op mijn camera krijg. Want daar begrijp ik echt helemaal niks van. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, ik heb hem er nu opgezet. Het is me gelukt. Het duurde even, maar ik moest hier een dingetje van de camera afhalen. Dan kan ik hem er zo inschuiven. Dus ja, ik ben heel benieuwd of je nu verschil hoort. Ik denk het eigenlijk niet, want het is natuurlijk gemaakt voor de wind. Dus het is vooral handig als je buiten loopt. Maar wie weet dat jullie nu ook wel het geluid net even iets anders ervaren. Dat ga ik pas terugzien als ik de video ga editen. Mama is hier. Ik heb een bril op. Nou en? Nee, dat is stom. Nou, mama heeft net naar mij gekeken, want we hebben net onze opname gehad.
Wordt leuk? Ja, ik vond het super. Ik moet wel in de lens kijken, ik doe het ook niet. Oh, sorry, ja. Sorry. Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Ik heb wel een cadeautje van mama gehad, dat ga ik even laten zien. Helemaal blij mee, hij staat al in mijn douche. Ik heb van mama nieuwe rituals gekregen en daar ben ik heel blij mee. Wilde ik even delen. Nu heb ik honger, nu ga ik nog even wat drinken met de kast. En klinkt zo stom, hè? En ja, dan gaan we het afsluiten. Zo, nou, ik zie er waarschijnlijk super moe uit. Maar ik heb nieuws, dat ben ik ook. Het is 1:15. Ik ben nog een avondje samen met Lucas, Lisanne en Jip geweest. En ja, ik weet dat ik vandaag echt weer helemaal niks heb gefilmd. Heel erg sorry daarvoor. Maar ja, dat is zo. Ik ga morgen iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk op een heel klein tripje naar Hamburg. In Duitsland, samen met Soraya, Machtel en Shay. En gaan we gewoon lekker 2 nachtjes daarheen. De stad verkennen. En gewoon op een soort mini-vakantietje. Dus daar heb ik heel veel zin in. En daar ga ik jullie natuurlijk mee naartoe nemen. Met deze camera natuurlijk. Want dan kan ik gelijk ook een beetje testen hoe de vlogcamera is om mee te reizen en zo. Dus dat is heel erg leuk. Ja, dus ik ga morgen naar Hamburg. We gaan ongeveer rond 10:00 ochtends weg. En het is best wel een stukje rijden, dus ja, het wordt gewoon eigenlijk een dagje in de auto, basically. Oh, dat is heel goed. Oh ja, daar gaan we gasten. Oh. Als die valt, kijk, Soraya, kom even in beeld. Soraya, we zijn onderweg naar Hamburg. Hannover. Wie is een grote week? Hannover. Ja hoor, daar gaan we. Super. Roadtripje met de meiden. Lief doen, hè? We moeten nog 3 dagen. Ga je eruit, hoor. Zet je bestel uit. You know it for sure. You know it. Leuk was om dat makkelijk. Zitten we echt in de middle of nowhere. Ja. Jongens, we zijn er. Ik ben dat zoeken. We slapen in een hotel, hostelachtig iets. Wat zeg je allemaal? Nee, vertel maar, Machtel. Ik wil dat giechelen. Giechelen. Ja, giechelen. Maar goed, ja, we zijn er dus. Ik ga maar even in de badkamer staan. Dan kan ik tenminste praten. We zijn er. De kamer is prima. Ja, de kamer is prima. En we gaan zo meteen de stad in. Ah. Leuk. Ja, prachtig. We zijn allemaal hier gekomen speciaal voor deze hele leuke boutique. Kirst. Kirst. Oftewel Kirst. Super mooie broes. Kirst. Die hebben we hier gekocht. Kirst. Met een hele mooie broes. Oh, maar Holly Couture is ook wel iets hoor. Ja. We zijn nog steeds lekker in Hamburg en we hebben sushi gegeten vandaag en een beetje door de stad gewandeld. En het is heel mooi hier. Nu schijnt de zon, maar het heeft ongeveer de hele dag geregend, dus dat is een beetje jammer. Maar nu is het echt super lekker weer, dus daar ga ik even extra van genieten. En ja, Hamburg is een hele leuke stad. Het is ook mooi hier. Ik ga nu even filmen wat ik nu zie. Het is wel een demonstratie of zo gaande, maar het is echt super mooi hier. Dus, ja, lekker aan het genieten. We gaan aan een echte perspectieve te arbeiten. Dat heißt, dat alle studenten een aanspraak op een grondsicherung erhalten moeten, van der ze ook ohne Lohn. Can I lay by your side next to you? Nou, ik ben weer lekker thuis en het was echt een super leuk tripje. We hebben echt, ja, het echt heel leuk gehad. Ja, ik ben nu weer lekker thuis en ik ben nu even eten aan het maken. Ik ben lekker een vegan wrap pizza aan het maken, want
daar wilde ik het dus even over hebben. Ik ga jullie even iets hoger zetten, want ik moet de hele tijd bukken. Ik ga even eerlijk wat met jullie delen. En dat is dat ik deze afgelopen 3 dagen eigenlijk niet vegan heb gegeten. Wel vegetarisch natuurlijk, maar niet vegan. Ik heb kaas gegeten. Ik heb trouwens eigenlijk helemaal niet vegetarisch gegeten, want ik heb ook vis gegeten. En toen gingen sushi eten. Waar overigens wel heel veel vega opties waren. Dus ik heb eigenlijk ook wel veel vega opties gegeten. Maar ja, ik zeg het gewoon heel eerlijk. Ik heb gewoon niet vegan gegeten deze 3 dagen. Heb ik ook wel een beetje bewust voor gekozen. Omdat ik wel met 3 mensen was die gewoon vleeseters zijn. En kijk, dus dat ik dan vegetarisch eet, dat is dan nog niet zo moeilijk. Maar om echt vegan te gaan eten met mensen die totaal niet vegan zijn, dat wilde ik gewoon niet. Dus ik heb er gewoon voor gekozen om 3 dagen eventjes gewoon niet vegan te eten. Ja, ik wil dat toch delen. Omdat, ja, je mag ook best delen, denk ik, dat het ook soms moeilijk is om je eraan te houden. Ik moet wel zeggen, in de toekomst wil ik eigenlijk wel gewoon wel vegan echt eten. Ook in het buitenland en ook als ik met andere mensen ben. Maar voor nu vond ik dat gewoon even niet fijn. En dacht ik, ja, ik wil gewoon niet de hele tijd moeten zoeken naar vegan opties. Dus vandaar, dan weten jullie dat ook. Maar goed, nu ga ik weer helemaal terug naar vegan, want dat vind ik fijn. Hallo allemaal, het is vandaag zondag en ik heb eigenlijk de hele dag niet gevlogd. Ik heb ook gewoon heel rustig aangedaan. Ik heb heel lang in mijn bed gelegen. Ik heb wat partijen ingestudeerd voor repetitie morgen. Want ik doe namelijk mee met een eindexamen, dus ik moest er wat partijen voor instuderen. En ja, ik heb gewoon heel rustig aan vandaag. Ik kan niet eens praten. Ik wou zeggen, ik heb dus heel rustig aangedaan vandaag. En nu ga ik naar Judith toe, want we gaan samen eten en een avondje chillen. Dus daar heb ik heel veel zin in, dus dat ga ik doen. Oké, het is inmiddels maandag, dus ik had deze vlog eigenlijk al moeten afsluiten. Maar ik wilde natuurlijk nog even een momentje nemen om een soort van review te geven van deze camera die ik een weekje heb uitgeprobeerd. Nou, ik kan jullie vertellen dat ik echt enorm enthousiast ben over deze camera. Elke keer ook als ik zo heel even naar het schermpje kijk, denk ik, dit is zo'n mooie kwaliteit. Ik ben heel benieuwd of jullie dat ook zo hebben ervaren. Of dat jullie zeggen, de camera waar je eerst mee filmde, vond ik veel fijner om te kijken of whatever. Maar ik persoonlijk ben echt zo fan van deze camera. Wat ik er gewoon heel mooi aan vind, is dat hij de achtergrond wazig maakt. Ik weet niet of je dat nu ook heel erg ziet, ik denk het wel. Ja, dat zie je wel. En dat vind ik gewoon zo'n mooie functie. En hij is ook super snel in scherp stellen. En hij focust ook continu op jouw gezicht. En daardoor gebeurt het eigenlijk bijna nooit dat je onscherp in beeld komt of whatever. Ik wilde nog 1 ding uitproberen. En dat is dat je als het goed is ook met voorwerpen. Kijk, je ziet het al aan mijn hand. Hij focust super snel op mijn hand. Dat is echt niet normaal. Ik ga even een product pakken en dan gaan we kijken of dat ook met een product zo is. Ik heb even gewoon iets randoms gepakt. Ik heb dit dingetje gepakt en hier maak ik altijd mijn foto's mee. Dat is zo'n Bluetooth dingetje om foto's mee te maken. Dus gaan we even kijken of je dan ook heel snel scherp stelt. Kijk, dit is toch niet normaal? Hoe snel die hier op scherp stelt en hoe snel die weer terug naar mijn gezicht gaat. Dat is gewoon zo'n voorbeeld van deze camera dat ik echt denk, dit is zo'n goede camera. Niet normaal. Ik ben zo enthousiast hierover. En ik moet zeggen, van tevoren had ik dat helemaal niet verwacht. Want ik heb een hele goede camera eigenlijk al. Maar deze camera die overtreft toch echt alles. Ik moet nog wel de video editen, dus over het geluid weet ik nog niet of het goed is. Ik had wel 1 beeld gekeken op mijn laptop en toen leek het allemaal gewoon prima te zijn. En nou ja, er zit natuurlijk ook een ding op dat je een externe microfoon erop kan zetten als je dat wil. Dus dat zou ook altijd nog kunnen. Wat natuurlijk ook fijn is aan deze camera is dat er een uitklapschermpje bij zit. Ik kan daar echt niet zonder. Ik moet gewoon af en toe kunnen zien of ik goed in beeld ben, of de producten goed in beeld zijn. Dat is gewoon heel belangrijk voor een vlogcamera. Dus dat is natuurlijk heel fijn dat dat er is. En verder vind ik deze camera ook echt fantastisch in de verschillende lichtsituaties. Dus als je in een donkere ruimte bent, dan zorgt hij er alsnog voor dat je goed in beeld bent. Nou, dat vind ik dus ook echt een optie. Dat vind ik echt fantastisch. Misschien is het ook fijn om voor jullie te weten hoe duur deze camera is. Deze camera kost €800. En ja, dat is echt een flink bedrag. Daar ben ik me van bewust. Het is zeker geen goedkope camera. Ik was ook van tevoren best wel sceptisch erover. Want ik vind het wel heel veel geld voor een vlogcamera. Want er zijn gewoon goedkopere camera's op de markt. Maar ik moet wel zeggen, je krijgt echt waar voor je geld. En wat dat betreft vind ik het de €800 echt wel waard.
Tuurlijk, het is heel veel geld, maar mocht je echt willen investeren in een goede camera, ja, dan zou ik deze zeker aanraden. Ik had van tevoren oprecht ook niet verwacht dat ik er zo enthousiast over zou zijn, omdat ik, zoals ik al zei, gewoon echt al eigenlijk een hele goede vlogcamera had. Ik ben gewoon heel enthousiast. Dat is de conclusie van dit verhaal. En jullie weten dat ik altijd eerlijk ben. Als ik niet enthousiast was geweest, had ik het ook gezegd. Maar ik kan er gewoon niks anders zeggen dan dat ik het gewoon echt een hele goede vlogcamera vind. Nou, en dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog te zien. Ik hoop dat jullie ook zo enthousiast zijn over deze camera, want ik ben wel van plan om hier mee door te blijven filmen. Maar laat vooral weten wat jullie ervan vinden. Ja, dan wil ik jullie nog vragen om op mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan hier beneden op de rode abonneerknop. Druk ook even op het belletje als je geen video van mij wil missen. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!